Welkom bij een nieuwe video van Airshop en vandaag ga ik het hebben over de PC Byte van Sandspeak. Met de PC Byte kan je een PCB in de lucht vasthouden waardoor je gemakkelijk kan solderen of zonder handen metingen kan doen. Allereerst heb je een basis nodig met houders die magnetisch aan de basisplaat vastzitten. Doordat de houders magnetisch vastzitten kan je ze gemakkelijk op de plek zetten waar je ze wilt hebben. Tegelijkertijd verschuiven ze ook niet zomaar, wat handig is bij het doen van metingen. Door de capsule van de houder naar beneden te schuiven kan je iets vastmaken. Tussen de bovenkant van de houder en de capsule kunnen isolatieringen geplaatst worden om bijvoorbeeld koordsluiting te voorkomen. Te midden van alle houders kan je bijvoorbeeld aan de houders een PCB plaatsen. Je kan dus verder ook onder andere hands-free metingen doen. Daarvoor heb je deze speciale probes. De probes kan je net zoals de houders magnetisch op de plaat plaatsen. Er zijn drie verschillende probes met verschillende bandbreedtes. Aan de zijkant van de probe zitten enkele pins waaraan je een meetsnoer kan aansluiten. De probekabel en je meetsnoer kan je aan elkaar vastklemmen met kleine kabelclips. Je kan verschillende soorten meetkabels gebruiken waardoor je metingen kan doen op een oscilloscoop of multimeter. De probe heeft een hele dunne naald zodat je voorkomt dat je meerdere signalen meet of kortsluiting maakt. Verder zijn de probes dus zo gemaakt dat ze niet zomaar van je meetplek wegglijden of omvallen. Wat dus ideaal is om zonder handen metingen uit te kunnen voeren en voorkomt veel frustratie. De PC Byte is ideaal voor bijvoorbeeld meting of soldeerwerk waarbij je een derde hand nodig hebt. We raden dus dit product daarom ook aan en dan wil ik je bedanken voor het kijken en dan zie ik je bij een nieuwe video.